zitten dan lekker in de huiskamer bij Erwin en Ingrid van Lierop in Atlanta. Oh. Marietta. Bij de open haard. Ja, het kan niet minder. Jawel. Dank u. Hier zijn we dan in het bos van Lierop. Zoals je ziet, een gigantische tuin. En dito huis. Vandaag is het heerlijk weer. Het is wel bijna 15 graden. Dit zijn de buren. Zaterdags autowasdag. Dikke koer, dikke koelkast. Dit is deze prachtige luxe bus. Automatisch deursluitsysteem. De stad Atlanta. Het is wat hazy vandaag, dus je ziet het niet zo goed. Dan heb je een prachtig uitzicht. Hier hebben Noord en Zuid gevochten. It was a mutiny, so to speak. And so Davis was forced to act. And then that on top of the... Nou, we gaan vandaag op stap naar Stone Mountain. Kentekenplaat is er nog niet. Komt natuurlijk Erwin op te staan. Nou, ik sta nog in. Gaan links. Hier. East Gate.
lezen wie er is. Ja, lees eens op. Even zoeken. Ze hebben geen tijd gehad om het af te maken, ze moesten naar huis. Nou, Memorial Hall Gifts. Wat een schone auto, hè? Wat een schone auto, hè? Wat een schone... Wat een lelijke sticker, hè? God, onderkijn een sticker op hoe uit. En nog gele gevend ook nog. Bent er maar blij mee. Ja. Stone Mountain. To the top of Stone Mountain. You are currently ascending the mountain at a rate of 7 meters per second on a 2,380-foot cable that will carry you to a 730-foot vertical ride. The Olympic torch for its final run to the 1996 Olympic Games in Atlanta. Downtown Atlanta. Volgens mij, dat komt omdat St. Patrick's Day is volgens mij. We waren toch gisteren? Ja. Nou, hier zijn we dan bij Fuddruckers. Vind ik geen naam. Kijk, is dat er niet ergens? Fuddruckers is een hamburgerrestaurant. Ik ken een hamburger eten van een pond. Hoe is jouw Fuddruckers original? $40. Denk je op kaart. Cash. Omdat het fijnste is? Binnen uit de auto. 40, 80 of zoiets.